Dit is Papa Alpha 0 Echo Tango Echo voor de Daily Minutes met een nieuwsupdate voor vandaag 7 mei 2015. Dit is het bulletin van donderdag. De prijzen voor DMR-apparatuur worden steeds lager. Tango Yankee Tango, het merk dat in Nederland bekend is van de goedkope en voor amateurs interessante DPMR-porto's, hebben nu ook een goedkoop apparaat voor DMR. De porto's van het type MD380 kosten $140 en een programmeerkabel ervoor kost $10. De apparaten hebben een kleurendisplay, 1000 programmeerbare kanalen en kunnen vanaf het toetsenbord worden geprogrammeerd voor wat betreft kanaalgegevens en stations-ID's, een feature die voor amateurgebruik heel belangrijk is. De repeaterlijsten op hamnieuws.nl zijn bijgewerkt. Dit naar aanleiding van het updaten door AT van de lijst met geldige ATOFs. De lijsten zijn in PDF en in een CSV-formaat. Die laatste is bijvoorbeeld makkelijk om in een programma als Chirp in te laden. De lijsten zijn bereikbaar via het derde tabblad bovenaan de pagina's van de site. Amateurs in Duitsland gaan vrijdag of zaterdag proberen om via meteorsketten te communiceren door gebruik te maken van de restanten van het Russische vrachtruimteschip Progress M27M, die naar verwachting dan in de dampkring zal verbranden. Grootste uitdaging voor de Duitsers is nog om het moment en de plek te voorspellen waar het ruimteschip bij binnendringen van de dampkring zal gaan verbranden. Ik had het bericht ook al in de Engelstalige versie van gisteren, maar op 5 mei om ongeveer 22:11 UTC veroorzaakte zonnevlek AR2339 een intense X-klasse zonnevlam. De straling van deze zonnevlam veroorzaakte sterke blackouts in het korte golfverkeer aan de Pacific-zijde van de aarde, wat storingen gaf aan het radioverkeer tot ongeveer 20 MHz. Er werd ook een coronal mass ejection de ruimte ingeslingerd, maar deze was niet richting aarde. De gebeurtenis zou een voorbode kunnen zijn van een langere periode van grote activiteit van de zon, daar AR2339 groot is en explosief. De komende dagen hebben we in samenwerking met de Kamp Radio en Kamp TV van de Jutberg af en toe kleine bijdragen vanaf de Jutberg in de Daily Minutes. Daily Minutes of Thursday, May 7, 2015. This is Peter John of Emergency Radio. Most probably end of this week, the space freighter Progress M27M will enter the Earth's atmosphere and burn up. Ham radio operators from Germany will try to work meteor scatter QSOs via the debris of the Progress module. While it is very difficult to predict the exact moment and place the ship will disintegrate, experienced meteor scatter operators from Germany have a try at that in an attempt to be there to make the best QSOs. A former First World War listening post, which played a major role in the Battle of Jutland, has gone on the market for £575,000 after it was converted into a five-bedroomed house. The then state-of-the-art outpost in Hunstampton, Norfolk, was set up in 1916 by amateur radio pioneer John Baton Hippisley after he began intercepting messages between the enemy German battleships in the North Sea. The house has been sold before, but it has now become for sale again for the first time in 20 years. Timexluit op Radio Noordzee is nu 8 uur. Ja, Peter, bedankt voor het nieuws. En luisteraars, dat betekent dan het einde van onze Nederlandstalige uitzendingen vandaag op Radio Noordzee Internationaal. We geven u nu in handen van onze Engelstalige collega's. En we zeggen tot morgenochtend 6 uur. Start of the international service on Radio North Sea. RNI broadcasts in the medium wave band of 220 meters at 1367 kHz, in the 49 meter short wave band at 6205 kHz, and on VHF channel 44 at 100 MHz. It is Radio North Sea International. De dagelijkse nieuwsberichten van de Daily Minutes zijn in elk geval de komende weken nog iedere dag om 1900 uur te beluisteren via PI2NOS met een herhaling om 10:30 de dag erop 's ochtends. Je kunt ons mailen op het korte mailadres en dat is xa@xdv.me en eerdere uitzendingen zijn te vinden op p0ete.nl. Wil je meer nieuws? Kijk dan bijvoorbeeld ook eens op hamnieuws.nl en kijk zeker eens op hobbyscoop.nl, pi3utr.nl of pi610.nl. Daar kun je vinden hoe je deze fantastische repeatersystemen kunt helpen door ze met desnoods een klein bedrag te sponsoren. Tot zover de Daily Minutes voor vandaag. Dit is Papa Alpha 0 Echo Tango Echo.